Ben ik een beetje te verstaan? Mooi. Hey, hallo, Bart Leidsman hier. Vandaag ietsje anders. Ik lip hem even op. Ik gebruik nu mijn telefoon om op te nemen en deze Smart Mic Plus van Sabine Tech voor het geluid. En dit microfoontje is opgestuurd door Sabine Tech. Ik mag hem houden. Ik krijg hier niet voor betaald. En ik mag ook natuurlijk mijn eerlijke mening geven over dit dingetje. Vergt wel even wat uitleg waarom ik hier in deze grote zooi zit. We zijn natuurlijk aan het veranderen, aan het verhuizen, aan het verbouwen. Ik heb net de eerste laag van de verf erop zitten. Iets anders dan verwacht. De kleur is gewoon zoals ik wel had verwacht, maar die vegen. Wat schijnt, er zit behang op en het lijkt gewoon echt op een of andere gipswand, maar er zit behang op. Dus ik vermoed dat er heel veel zuigende werking. Yo, ik ben geen schilder, ik heb hier niet voor geleerd, ik heb hier niet voor gestudeerd. Heb jij enige schilderervaring? Dat is al veel meer dan ik waarschijnlijk. Dus waarschijnlijk lach je me nou vierkant uit aan de andere kant van de camera. Maar dat maakt niet uit. We doen het gewoon zoals het nu gedaan is. Dus het ziet er nog wel wat vlekkerig uit. Maar ik hoop dat met een tweede en misschien zelfs een derde laag gewoon van boven naar beneden. Dat heb ik dan wel weer geleerd. Lange halen, lange strijken. Wat dus nu niet is gedaan. Maar dat dat nog een beetje recht trekt. Maar dus vandaar dat dit één grote zooi is. Goed, we gaan terug naar mijn normale geluid en normale camera. Dit microfoontje is gemaakt, is ooit begonnen op Kickstarter. Het is al een tijdje op de markt en inmiddels is hij dus in productie genomen. En dit microfoontje is speciaal gemaakt voor jouw telefoon in combinatie. En dan in het bijzonder met de Smart Mic Plus app. Ja, je kunt hem op je camera aansluiten middels een tweede heb je dan nodig. Je hebt er twee nodig, ik heb er hier maar één. En je moet een speciaal verloopje hebben van de 3,5 mm output naar de input van jouw camera. En dan moet je hem op master slave zetten of iets ergens. En dan zou je deze microfoon dus op deze manier zo met jouw camera kunnen verbinden. Maar goed, daar zijn in principe makkelijkere oplossingen voor. Dan hoef je niet allemaal te gaan klungelen. En als je twee van deze wil kopen, dan ben je dus veel geld kwijt. Kun je net zo goed, weet ik veel, de Rode Wireless of Go of Wireless Go 2 kopen voor ongeveer dan dezelfde prijs. Niet helemaal, maar wel ongeveer. Maar deze in solo, in zijn eentje, is dus gemaakt voor jouw telefoon. Vandaar dat ik hem dus nu niet kan gebruiken, maar we gaan hem straks wel even testen later in deze video. Dit apparaatje weegt maar liefst weegt slechts 15 gram. Hij... Zo licht is hij dus. Ik moet hem wel even pakken. Hij heeft aan de onderkant een micro-USB aansluiting, geen USB-C. Dus je hebt weer verschillende kabeltjes nodig. Was dit USB-C? Waarschijnlijk komt dat in de volgende versie wel. Aan de bovenkant heeft hij dus de 3,5 mm output. Die kun je gebruiken voor de bijgeleverde, heb ik nog nooit gezien, de enkele koptelefoon. Ja, dat lijkt op die van Apple. Hij is rechts, zo te zien. En wat heeft dit voor functie? Dan kun je jezelf zo meteen beluisteren. Klink ik een beetje goed, ja of nee? Het ziet er ook meteen heel heftig uit. Maar dan kun je jezelf dus monitoren. Dat zit aan de bovenkant. Aan de zijkant zit het microfoontje. Dus zorg er ook voor dat hij zo... even kijken dat de... Oké, dat is bijzonder. Dat de tekst dus Sabine Tech op zijn kop staat. Want dan is het microfoontje goed gericht naar jouw mond. Als je hem zo doet, dan zit het microfoontje dus aan de onderkant. Dus even rekening mee houden. En hier aan de zijkant zit een rode knop. Wat die voor functie heeft, dat ga je straks zien. Wat zit er in de doos? Natuurlijk de microfoon. Je zag het net al, dit eenoorig oordopje. Zoiets. Een micro-USB kabeltje, dat dan wel. Een plopkapje, kun je er overheen schuiven. Een of ander gek hoedje heeft hij dan. En een cavia die niet alleen niet speciaal gemaakt is voor dit microfoontje, maar voor veel meer dingen gebruikt kan worden. Dus dat is wel super handig. Het ziet er wel meteen echt mega uit. Als ik hem hier op clip, dan heb ik wel echt een joekel van een ding hier hangen. Maar goed, tegen de wind in. We gaan straks even testen of dat ding ook zo goed werkt als dat wij op dit moment denken. Die microfoon die werkt dus alleen met je telefoon, met die Smart Mic Plus app. Daarin kun je wel alles instellen. Natuurlijk, alles is softwarematig. Dus je kunt HD of 4K instellen. Je kunt een autocue, je kunt beauty filters, je kunt allerlei andere filters toepassen. Je kunt audio tweaken een klein beetje. Wil je achtergrondgeluid wegmoffelen of wil je gewoon alles horen? En nog veel meer instellingen in die app dus.
Het grote voordeel van zo'n microfoontje, dus van een los microfoontje ten opzichte van de interne microfoon in jouw telefoon of een richtmicrofoontje erop, zoals ik nu hier bovenop de camera heb staan, is natuurlijk dat de afstand niet heel belangrijk is. Als ik een richtmicrofoon heb of de interne microfoon van mijn telefoon, ik zeg heel veel own, maar dat mag je even doorheen luisteren, dan maakt de afstand wel degelijk uit, want ik praat nu zo tegen jou, dit is goed te verstaan met die microfoon daarboven, maar als ik wegloop, dan ben ik niet zo heel goed meer te verstaan. Dan moet ik harder gaan praten en hoe dichterbij ik kom, hoe beter het klinkt. Dat is dus met deze microfoon niet het geval. Je klipt hem op, zo, en het maakt niet uit waar ik nu loop. En we zijn buiten. Dit is het geluid dus met de voorcamera van de iPhone en het geluid komt dus hier vandaan. Wel even een oude jas aangetrokken, we zijn natuurlijk aan het schilderen, dus wat oude kleren aan. Dit is dus het geluid zonder die windkap. Het waait, nou, er staat een briesje, laat ik het zo zeggen. Ik ga nu dit gekke fluffy ding erop doen. Scheelt dat al? Misschien een beetje. Kijk, het voordeel is dus dat je ook gewoon zo kunt blijven praten. Je bent gewoon goed hoorbaar. Dus je kunt overal naartoe lopen. Ik kan hier naartoe lopen. Ik kan deze kant naartoe lopen. En ik ben overal goed hoorbaar. Laat staan dat je dat met de interne microfoon doet op die telefoon. Nou, dat is natuurlijk drie keer niks. Ik ga nu deze cavia erop zetten. Ben benieuwd wat het doet. De haren vallen er wel al uit. Zo, daar is die. Hij doet het. Dan ga ik kijken of dat ik in de wind kan gaan staan. Ik sta nu redelijk in de wind. Nou, prima, toch? Hij zou het tot 15 meter moeten halen. Ik weet niet waar 15 meter is. Ik ben gewoon aan de... Als het goed is, op zich. Ik hoop dat dit nog goed te verstaan is. Ik weet het natuurlijk niet. Ik kijk naar een gek zwart ding wat daar natuurlijk staat. Wat dan mijn telefoon zou moeten zijn. Best wel een afstandje. Maar op zich zou het dus ja, goed verstaanbaar moeten zijn. Zijn we weer. Nog een ander handig ding is dit rode knopje. Als ik daar één keer op tik, dan start of stop ik de opname. Dus ik kan ergens achteraan gaan staan. Ik kan op opname klikken, op opnemen, dan gaat hij aan. En ik kan langzaam naar de camera toe lopen om hier met mijn verhaal te eindigen. Zoals heel veel RTL en NOS verslaggevers doen. Die beginnen ergens daarachter, lopen langzaam naar de camera om het verhaal te maken. En hier zijn ze dicht bij de camera. Dan maken ze uiteindelijk hier hun statement, hun standpunt. En we gaan terug naar de studio. Heb ik altijd al willen zeggen. Dankjewel. Dit was Bart Leijsman. Live vanuit Den Bosch op hier een of andere mooie trein waar ik mijn studio heb. We gaan terug naar de studio. Hij klinkt op zich goed, maar wel een hele belangrijke terzijde. En waarschijnlijk heb je het zelf ook al gehoord bij de afstandstest en gewoon in het algemeen. Binnen klinkt dit ding op de een of andere manier beter dan buiten. Buiten hoorde je wel van die robot toontjes, tuentjes ertussendoor. Een beetje van dat echt dat Bluetooth geluid. Dit is waarschijnlijk een line of sight apparaatje. Dus dat die echt in het zicht moet zijn van de ontvanger. Want op het moment dat ik hem om had en ik draaide om, kreeg je dat blikkerige geluid. En toen was ik ver weg en toen draaide ik om, was hij in line of sight en was er niks meer aan de hand. Maar ook tijdens het gewoon ophebben van dit ding buiten, wat er net gebeurde, ik weet niet wat dat was. Waarschijnlijk iets van staal of iets. Maar ja, ik zat redelijk dicht bij de ontvanger. Dus waarschijnlijk iets van instellingen tweaken. Iets letten op je omgeving. Test het eventjes van tevoren. Maar ja, binnen, hoe gek het ook klinkt, maar binnen werkt hij dus in mijn geval beter dan buiten. Maar goed, al met al is dit dus een prima apparaatje. Leuk apparaatje. Hij is niet heel bijzonder goed in wat hij doet, waarvoor die gemaakt is, dat doet hij natuurlijk wel heel goed. Maar wil je hem al wat flexibeler gaan gebruiken, dus met een camera of alleen als recorder, ja, dat kan dan dus niet. Hij werkt echt alleen in combinatie met je telefoon, waar je hem overigens wel alleen als recorder kunt gebruiken. Dus je kunt het geluid van dit ding opnemen via je telefoon en de beelden van jouw camera en daarna synken. Maar ja, daar extra handelingen enzovoort. Dus eigenlijk is het vooral bedoeld om meteen klik live te gaan op jouw telefoon via Facebook, via Twitter, via weet ik veel, YouTube, Instagram enzovoort. Of gewoon à la snel nieuwsredactie. Ik wil nu een filmpje hebben, clip de ding op, ik ga filmen en daarna upload ik het één op één naar de redactie of naar YouTube of whatever. Sabine Tech die richt zich dus met de Smart Mic Plus vooral op de mobiele contentmaker eigenlijk. Die gewoon zegt van, oké, point and shoot. Ik wil nu iets filmen, dit dingetje opklippen, aanzetten en gaan.
Daar is dit dingetje voor gemaakt. Dus ben jij er zo eentje? Ja, fantastisch. Dan zou ik hem aanraden. Je kunt hem in het wit of in het zwart krijgen. Je kunt er dus twee krijgen. Enzovoort, enzovoort. Maar daar is hij voor gemaakt. Wil je nou iets flexibeler zijn? Dan zou ik naar andere opties kijken. Maar ja, het is op zich voor die prijs, €130, is het een prima apparaatje. Vond je dit nou een leuke video? Heb je er iets aan gehad? Laat dat weten in een reactie hieronder. Ik ben benieuwd naar jouw mening. Zou jij zo eentje gebruiken, ja of nee? En waarvoor zou je hem dan gebruiken? Geef ook meteen even een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op dit kanaal voor meer van dit soort video's. En ik zie je heel graag in de volgende video.